NEC kon afgelopen week voor het eerst dit seizoen 3 punten bijschrijven. Roda JC werd met 1-2 verslagen. Vrijdagavond gaat de club tegen Telstar opnieuw voor de 3 punten. Al gebeurt de voorbereiding op donderdag wel met een kleinere groep dan normaal. Je treedt vandaag met een wat kleinere groep. Sven Braken ontbreekt weer in een transfer. Wat kun je erover zeggen? Ja, dat. Die ontbreekt vanwege het afronden van een transfer waarschijnlijk. Dus die is er gewoon niet. De club is akkoord met een andere club, dus nu is het hij zelf die tot overeenstemming moet komen. En daarvoor heeft hij toestemming gekregen om dat te gaan doen. Verder Mike Tresor en Daichimier, die bij de Jong NEC speelt. Waaruit kon jij opmaken dat hij niet helemaal gefocust was op NEC? Goed, er zijn een aantal dingen gebeurd waardoor hij een disciplinaire maatregel heeft gekregen. En dat komt wel voort uit wat transferdingen, denk ik. Gewoon, ik ga niet inhoudelijk in op dingen, dan moet je eventueel bij Wilco zijn. Maar er zijn een aantal dingen gebeurd die gewoon niet kunnen. En dat heeft te maken waarschijnlijk ook met het feit dat hij met zijn hoofd misschien met andere dingen bezig is. Maar we waren wel genoodzaakt om dat soort dingen te doen. We willen niet zomaar jongens terugzetten. Hè? Dus er moet echt wel wat in die zin wat gebeurd zijn. En nogmaals, ik denk dat het allemaal een beetje voortkomt uit transferperikelen. En dingen die misschien in zijn hoofd nu even spelen die we niet kunnen gebruiken. Is dat dan een maatregel die tot augustus nog loopt en daarna voorbij is? Of is dat een lange periode dat hij er niet bij is? Of kun je dat dan niet zeggen? Nou, volgens mij is ook gecommuniceerd door de club dat het in principe inderdaad tot 1 september is. En dat hij daarna weer zichzelf kan laten zien. En als die perikelen dan voorbij zijn, want dat is natuurlijk de deadline voor die transfers. Ja, mag hij weer laten zien dat hij met zijn hoofd gewoon weer bij is. En de Mike weer wordt die hij wel kan zijn. Gewoon een goede speler die wij in die zin prima kunnen gebruiken. Alleen ja, dan moet hij wel het kopje erbij hebben. Dan naar Telstar, een opvallende ploeg die verrassend met 3-0 won. Wat kunnen we van hen verwachten? Ja, we hebben ze gezien. Ik heb ze live gezien bij Den Bosch. Gewoon een goede, goed voetballende ploeg, stugge ploeg. Spelen met een heel apart systeem. Spelen met 5 verdedigers, 4 middenvelders in een soort van vierkant en 1 spits. Dus heel stug. Krijgen ook amper goal, ja, geen goals tegen volgens mij nog steeds. En hebben 3 keer gewonnen, dus hebben vertrouwen. Dus ja, aan ons om een goal te maken om die wedstrijd te winnen. Ja, ik zou zelf een beetje research doen en ik had 3 sites. Eentje zegt 3-4-1-2, eentje zegt 5-3-2 en eentje zegt 5-4-1. Wat kun jij daarmee als trainer van tegenstander? Ja, dat is maar net hoe je het ziet. Hè? Dat is maar net, kijk, als de 2 backs wat hoger staan, dan spelen ze met 3 achterop. Spelen de backs wat lager, dan spelen ze met 5 achterop. Dus ja, dat is ook maar net hoe ze staan op het veld. Ja, ze spelen heel compact, dus ze verdedigen wel met 5 verdedigers. Ja, en daarvoor hebben ze 2 controleurs, daarvoor weer 2 aanvallende middenvelders en de 1 diepe spits. Dus wel een heel apart systeem, zie je niet zoveel in Nederland. Waarmee je heel compact kunt spelen, maar ook heel aanvallend. Alleen zij doen het wel vanuit vrij compactheid en proberen ze eruit te komen. Braken is natuurlijk vrijdag niet bij. Dan is het logisch om vanuit te gaan dat jij de eerste spits wordt. Maar dat kun je zeker nog niet zeggen. Op de training van vandaag stond ik wel gewoon bij de basiself. Dus ik ga er gewoon vanuit dat ik vrijdag speel. En ik ga me daar gewoon voorbereiden. Dus, ja, het is nog niet 100% zeker, maar ik ga er wel vanuit. Je speelde natuurlijk tegen AFC Eindhoven ook al in de spits. Toen kwam je er niet zo echt aan te pas. Hoe kijk je terug op die wedstrijd? Ja, dat was sowieso een lastige wedstrijd, want ik wil juist aan de bal zijn en ja, vrij zijn, zeg maar. En die wedstrijd, ja, het was echt nodig dat er iemand in de punt bleef. Maar ja, ik heb misschien 6 keer die bal aangeraakt en dat is totaal niet waar mijn kracht ligt. Ik moet juist aan de bal zijn, de bewegingen zijn en zo. En zij zakte heel erg in, dus ik kwam moeilijk in mijn krachten en het zal morgen ook lastig worden met Telstar, met 5 verdedigers. Dus dan moet ik gewoon slim zijn en mijn momenten kiezen en dan dat ik gevaarlijk kan zijn voor de goal. Volg ons ook via RN7 Online op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.